Goedenavond, het is woensdagavond, tijd voor een nieuwe aflevering van het Zalland Magazine. Vanavond weer twee gasten in de studio, aan de rechterkant mevrouw Judith Snepvangers en aan de linkerkant de heer Bert Terlouw. Mevrouw, meneer, hartelijk welkom. Meneer. Hartelijk welkom. Hey. Vanavond weer een nieuwe aflevering van het Zalland Magazine en weer twee interessante gasten, mevrouw Judith Snepvangers. Ik heb haar al aangekondigd. Mevrouw Snepvangers, ik mag wel Judith zeggen. Ja, zeker. Sinds een aantal maanden, 4 maanden ongeveer, directeur van de Stichting IJsselandschap. Nou, daar gaan we met u eens over hebben, hoe dat bevalt en wat het IJsselandschap is. Van, sommige mensen weten misschien wel wat het is, maar ik denk ook dat heel veel kijkers totaal geen idee hebben wat het IJsselandschap nou is en hoe belangrijk dat ook is. Nou ja, daar hoop ik jullie dan allemaal wat meer over te vertellen. Het IJsselandschap is een stichting met, eigenlijk noemen we onszelf ook een landgoedbedrijf. We hebben ruim 4300 hectare gronden. Nou, dan zou je in de stad zeggen, dan ben je een grote boer. Ja, ja, zeker weten. Maar dat doen we gelukkig ook niet alleen, want dan zouden we dat niet redden. Nee, dat denk ik ook eigenlijk niet. Eigenlijk in een brede kring, die 4300 hectare grond, liggen in een brede ring rond Deventer. Ja. Veel in Oostwijen, in Deventer. Nou, gaan we straks over hebben, over hoe jullie eraan gekomen zijn. Ja, en waar het vandaan komt en wat je er allemaal mee doet. En wat de toekomst is van al die grond. Want je moet er toch iets mee gaan doen. Ja, dat blijven doen natuurlijk. En dan Bert Terlouw. Bert, jij bent tot voor kort, jaartje ongeveer, was jij politicus. Fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van de Raalte. Je bent ook nog eens een tijdje plaatsvervangend statenlid geweest. Nee, statenlid zelfs. Twee keer benoemd. Dus nee, serieus. Ja. En daarvoor Tweede Kamerverkiezing meegedaan natuurlijk. Ja. Je bent opgehouden met D66. Mis je het erg? Sommige dingen niet, maar andere dingen wel. Met name het netwerk, hè? Dus de contacten die je hebt. En dat mis ik wel. Ik mis niet de enorme drukte als eenmansfractie binnen de Raad Raalte. Dossiers zelf doen. Nou ja, ik miste Peter Moorman als mijn maatje nog steeds toen die tijd. Hè? Na de laatste verkiezingen denk ik nou. Maar dit was gewoon een principieel punt waarom ik gestopt ben. En dat voelt wel goed. Dat te maken met de landelijke politiek. Ja, en ik moet mezelf gewoon recht in de spiegel kunnen aankijken voor datgene wat ik doe. En dat had te maken met mijn vakgebied als verpleegkundige. Hoe zet mijn partij zich in de discussie rondom marktwerking in de zorg en de positie van verpleegkundigen daarbinnen. Nou, daar hadden ze geen trek in. Ik zeg, nou, dan houdt het op. Dat was een principieel punt. Want ik wou ook mede oprichten ooit van Nu 91. Dat is een vakvereniging voor verpleegkundigen. Toen in de Tweede Witte Woede heette dat, eind jaren 80. En ik dacht van, nou, ik maak me wel sterk voor mijn eigen vakgebied. Maar ik merkte, mijn partij had daar andere ideeën over. En die stonden haaks op mijn ideeën. En daar kan ik gewoon niet achter staan. Ja. Nee. Is dat al een gebrek aan voeling met, zeg maar, gewoon de wereld, met de gewone mens? Staat de politiek daar zo ver van af? Nou ja, ik heb zeker 8 jaar deel uitgemaakt van een landelijke denktank zorg en welzijn en veiligheid en justitie. En ik heb keer op keer aangegeven, dit gaat mis. De stapeling van kosten in de zorg, het kost miljarden. En je ziet het gewoon in de praktijk, want ik werk nog steeds met twee poten in de klei. Je ziet het gewoon terug. En als je merkt dat daar gewoon anders naar gekeken wordt en er zijn lobbyisten aan de gang. Er zijn belangen, ook binnen de partij, bij een aantal mensen op persoonlijk niveau. Die maken dat ze daar niet over willen nadenken. En dan denk je, ja, dan ga ik ook voor jullie niks meer doen. Ik heb een lange adem, maar er zit een grens aan. Ja. Is het eigenlijk niet ook een beetje hetzelfde als wat er gespeeld heeft met de toeslagenaffaire en nog een aantal andere zaken? Of bijvoorbeeld de hele situatie in Groningen met de schade van door de aardgaswinning. Dat wordt allemaal, ondanks alle mooie beloften, ook van de staatssecretaris Alexandra van Huffelen is dat. Ja, die zegt, nou, we zullen er alles aan doen, maar het wordt steeds weer uitgesteld. Nou ja, ik vind, als je beloftes doet, dan schep je verwachtingen bij mensen. Ik werk al 40 jaar met mensen in de zorg. Ik zie gewoon dat het te abstract soms besloten wordt. Inderdaad, met misschien wat weinig
gevoel voor wat betekent dat nou eigenlijk feitelijk in de praktijk. Gewoon bij mensen achter de voordeur. En dat is wel een dingetje. En daar maak ik me sterk voor. Dus ik probeer op microniveau gewoon in mijn werk daar aandacht aan te hebben. Maar op andere niveaus, tot aan strategisch niveau, denk ik graag mee. Maar er zitten grenzen aan. Ja. Ja. Nou Bert, we gaan het straks nog wel even hebben verder over politiek. We hebben jou ook een beetje aangekondigd als amateur archeoloog. Gelukkig. Mooi hobby. Ja. Historie is toch iets moois. En dat sluit heel mooi aan bij het IJsselandschap. Want daar is ook heel wat historisch van te vertellen. Mevrouw Snepvangers, want het IJsselandschap dat vindt zijn oorsprong al hoe lang geleden terug? Nou ja, we weten dat het er 754 jaar geleden geweest moet zijn. Dus de eerste akten waarin benoemd is dat er een schenking aan een van de voorgangers van het IJsselandschap, het Groot Gasthuis in Deventer. Daar weten we van dat dus in 1267 geweest is. 67. Dus we moeten er toen zijn geweest. Ja. En dat is een flinke tijd. Als het 900 jaar het bestaan van Raalte. Want in de akte van 1123 wordt Raalte genoemd. Maar ja, dan wordt de kerk van Raalte wordt dan genoemd. Maar Bert, wat betekent dat? Nou, dat er al mensen woonden. Dus dat is een oud woord. Sowieso. Ja. Maar, nee, maar het betekent wel dat wij in augustus 2023 een 900-jarig Raalte kunnen vieren. En ik heb al jaren geleden gezegd, laten we daar alvast over na gaan denken. Dat deed ik bij Luttenberg ook en dat is gelukt. Maar laten we dat verhaal te ook doen. Want we hebben natuurlijk een kasteelterrein gevonden. Dat hoort in wezen bij die kerk. We kunnen daar wat mee doen als we de schouders er even goed onder zetten. Maar ik denk dat we een feestje tegemoet moeten gaan in 2023. Ja. Nou, misschien dat we het IJsselandschap ook nog een beetje als partner kunnen krijgen. Want u, mevrouw Snepvangers en Judith, jullie hebben van het IJsselandschap van die 4300 hectare ook nog een paar stukjes in Heeten in de gemeente Raalte liggen. Ja, zeker. We hebben op veel plekken stukjes. Maar feestjes bouwen, daar zijn we ook wel van. Dat hebben we in 2017 ook gezien. Maar ik zeg nooit nooit, maar ik denk eigenlijk dat de echte historie van Raalte op een andere plek te vinden is dan op dat moment. Ik ben het wel met eens hoor, want het zijn die stukjes aan de Holteweg denk ik. Hè, daar. Ja, dat heeft dus niet echt het 900 jaar bestaan van Raalte, maar het feit dat jullie toch in Raalte zijn. Nou ja, dat vind ik wel leuk. Mooie bosgebieden achter Heino, of mag Heino dan niet meedoen als Raalte 900 jaar bestaat? Ze mogen wel meer vieren, maar ze bestaan ook ongeveer 900 jaar. Maar ja, het is een samengestelde gemeente en dat ligt nog heel erg gevoelig hier, merk ik, bij een hele hoop mensen. Een hele hoop mensen ook al lang niet meer. Maar feitelijk gaat het om de kerk in Raalte die genoemd werd 900 jaar terug. Dus dan moet ik me over nadenken. Gaat het dorp Raalte feest vieren? Of Luttenberg heeft er natuurlijk 700 jaar gevierd. Misschien vinden Heino's het wel leuk om het op een ander moment te doen. Ja. En Wezepen is ook nog even belangrijk. Kijk, in Wezepen ook gezegd. En daar zit het IJsselandschap natuurlijk behoorlijk. Mm-hmm. Daar komt een moment. Dan bestaan ze ook zoveel jaar. En daar is ook een kasteel gevonden. Dus eigenlijk moet dat. Maar had je niet eigenlijk overal waar sprake was van bebouwing, waar langzaam maar zeker een kerkje komt, had je daar ook niet langzaam maar zeker een kasteel of iets wat op lijkt, een burcht, een kasteel. Ja, want iemand moest daar de baas over zijn. Ja, maar die was vaak voor over een langer gebied. Ik kom hoe langer hoe meer achter nu. En dat heb ik ook Diana Spiekhout van de Universiteit Groningen geholpen met haar proefschrift. Ook van kasteelterreinen, hè, van hoe verhoudt zich dat hier nou? Wat wel een heel belangrijk, maar een onderbelicht aspect is, en dat is voor het IJsselandschap misschien ook wel leuk, dat zijn de weteringen. Ja, je hebt de Soestwetering, de Nieuwe Wetering. En die weteringen, hoe langer hoe meer ik erover nadenk en hoe je dat ook probeert te zien, heeft dat relatie met verdedigingswerken hier in Salland. Ja, dus daar ligt een uitdaging. Ze zijn natuurlijk ook allemaal gegraven. Ja, en hoe graaf je met elkaar een wetering als je dat niet ergens inderdaad een algemene opdrachtgever hebt? Heel goed. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Je had natuurlijk waterloopjes die het overtollige regenwater afvoerden, want uiteindelijk liep het allemaal richting het IJsselmeer. Daar moesten we naartoe. Ja, maar je had hier eigenlijk één grote natte. Eén groot nat moeras. Dat was dus zeker. We hebben vooral
eeuwen voor ons hebben vooral flink moeten graven om die weteringetjes en die slootjes er überhaupt te krijgen. En dan moet je toch dat met elkaar doen. Dus ik deel je beeld. Er moet een plan liggen. En er zit moet dus ergens een plan zijn geweest. En er zit een macht hebben die vindt dat moet gebeuren. En daar zijn baasjes zitten daaronder. En die hebben daar weer hun verdedigingswerkjes weer. Eigenlijk een heel interessant gebied wonen we in. Hoor. Heel mooi ook. Maar misschien moet Salland Magazine ook niet hier altijd aan de tafel zitten. Maar een keer op pad in het landschap. Dan kunnen we dingen laten zien. Eens. Nou ja, dus. Eens. We gaan een keer de camera meenemen. Dan gaan we precies, gaan we pakken. Ja, maar we hebben gekeken bij jullie op de site. Jullie hebben ook een paar hele leuke filmpjes. Onder andere, en dan zijn we meteen eventjes een beetje in beeld hoe het er vandaag de dag uitziet. Over de haren, hoe prachtig het daar is. En de film die gaan we nu laten zien. Super. Welkom op de Haren. De Haren is een fantastische plek om te bezoeken. Vlak bij de stad Deventer, bij het dorp Olst en de IJssel. Het landgoed van kunst, cultuur en van rust. Je kunt er wandelen, mountainbiken, picknicken, een kopje koffie drinken en natuurlijk ook de bunkers van de IJsselinie bezoeken. Mijn naam is Gerrit Riesebos. Ik ben hier verantwoordelijk voor het beheer van het park op de Haren in Olst. Dit doe ik niet alleen. Samen met een heel stel vrijwilligers en met mijn collega's probeer ik hier een stukje cultuur, historie in stand te houden. En dat doe ik met plezier. Loop ook eens langs de Neproruïne, waar André Manuel je toezingt als je binnenloopt. En langs de grootste zonnewijzer van Europa. Op de benedenverdieping is de horeca Kasteel de Haren gevestigd. En boven is het kantoor van IJsselandschap. Tot snel op de Haren! Dat is een beetje jouw werkplek. Ja, dat is inderdaad mijn werkplek. En één inderdaad van de twee grote landhuizen die wij inderdaad in ons tot ons bezit mogen rekenen. Ja. Nou, even terug naar die historie. 1267 is er sprake van een schenking aan een voorloper, het voorste gasthuis in Deventer. Dus dat betekent dat er al lang ziekenzorg was in Deventer. Zorg voor de oude vandaag en bejaarden. Heel anders dan nu. Maar ik kan me nog herinneren de oude, hele oude gebouwen aan de Smedestraat en die omgeving, dat ze daar stonden. Ik ben onlangs inderdaad door een kennis van mij inderdaad door Deventer gevoerd om die oude plekken weer te zien. Waar eigenlijk die start van IJsselandschap ligt. Want inderdaad die zorghuizen. Mensen konden hun oudedagsvoorziening eigenlijk kopen door geld of gronden of hun boerderij zelfs in te brengen aan het einde van hun carrière. Om zo uiteindelijk keurig verzorgd te worden tot aan de dood. En dat is dan 750 jaar al aan de gang. En dat maakt dat wij inderdaad uiteindelijk die 4300 hectare grond tot ons bezit mogen. Door die schenkingen, dus wat de mensen inbrengen voor hun oude dagvoorziening, zeg maar. Ja. Groeide dat, de voorloper van het overheidslandschap, groeide natuurlijk steeds meer en meer. Want het kwam natuurlijk in eerste instantie gewoon in het bezit van die gasthuizen. Ja, het kwam oorspronkelijk in het bezit van de gasthuizen. En toen kwam er natuurlijk een politicus Drees in de jaren 60. Die zei dat oude dagvoorziening dat iets voor de staat was. En eigenlijk had toen de Verenigde Gestichten, zoals dat toen heette, dus die gezamenlijke gasthuizen, die hadden eigenlijk een probleem. Of eigenlijk hadden ze een oplossing voor iets waarvoor ze in het leven geroepen waren. En ze hadden dus een groot bezit en ze hadden verzorgingshuizen. Die verzorgingshuizen werden betaald door de staat en daar bleven ze eigenlijk met het bezit zitten. Ze hebben er zo'n 20 jaar goed over nagedacht. En in 1986 zijn uiteindelijk de Verenigde Gestichten in twee organisaties opgesplitst. Solis, die ook nu nog de verzorgingshuizen van Deventer hebben. En het IJsselandschap. En op dat moment is ook bepaald, omdat het ook door publieke giften ook allemaal tot stand gekomen is, dat het IJsselandschap ook een publieke doelstelling moest hebben. En die doelstelling is toen geworden dat wij moeten zorgen voor een goed landschap dat goed is voor mensen, planten en dieren. En dat we daarmee moeten zorgen in dat landschap, voor de historie van het landschap, maar ook voor de natuur en de biodiversiteit. En dat we dat ook moeten doen met
met dat wat we in handen hebben, de grond en voornamelijk ook de landbouwgrond. Dus dat we moeten zorgen dat daar gewoon en goed geboerd kan worden en goed gezorgd kan worden voor het landschap. Ja, lijkt me een hele lastige opgave vandaag de dag om goed te kunnen boeren. En aan de andere kant ook aan alle milieueisen te voldoen. Absoluut, dat is erg ingewikkeld. Wij hebben zo'n 26 hoevenpachters en daarnaast een 35-tal grotere loslandpachters, zoals we dat dan noemen. Dus die hebben niet de boerderij van ons, maar wel veel grond. Ja, en met hen zijn wij ook eigenlijk iedere dag in gesprek van hoe kunnen we zorgen dat zij kunnen ondernemen en dat we dat ook doen in de maat en de schaal van het landschap. Ja, want die boer die pacht de grond van jullie. Ja. Die moet daar een pacht voor betalen, maar die moet dat wel op een of andere manier kunnen terugverdienen en er ook nog een boterham voor hem en voor zijn gezin eruit halen. Ja, nee, dat is absoluut. En dat is een hele kunst. En we zien ook dat de afgelopen 10 jaar dat veel bedrijven ook bij IJsselandschap gegroeid zijn. Dus dat er ook bedrijven gestopt zijn. En dat wij ook actief met boeren, met onze boeren zijn gaan kijken van goh, wie past de grond die op dat moment vrijkomt. Zodat we de boeren daarmee ook een toekomst geven. En we hebben ook initiatieven om bijvoorbeeld boeren te ondersteunen om meer biodiversiteit in hun eigen bedrijf te brengen. Dus we hebben een eigen akkerrandenregeling. Onlangs of dit jaar 10 kilometer aan akker en ruigteranden langs de graslanden gerealiseerd met elkaar. Dus we zetten daar samen ook stappen in. Maar om eerlijk te zijn vind ik het ook niet alleen de uitdaging van IJsselandschap, maar in de breedte van ons als inwoners om samen ook te zorgen dat die boeren ook goed kunnen zorgen voor het landschap. Ja, want als je geen inkomen hebt, dan valt er weinig te zorgen. Geen inkomen en geen zekerheid. Er moet een balans zijn. Nou, ja. En vooral die zekerheid is natuurlijk... Die zekerheid in regelgeving, daar is de overheid de afgelopen jaren zeker niet in uitgeblonken. En dat maakt het nu het lastigst, denk ik, voor de boeren. Dat je niet kunt zeggen, hey, ik ga investeren in... heel veel biodiversiteit. Want dan zal ik bijvoorbeeld voor een melkveehouder, dan zal ik mijn melk ook wel daar extra inkomsten op kunnen krijgen. Ja, en dat aan beide kanten, dat je zeker weet dat je extra inkomen krijgt. En ook zeker weet dat je iets extra's doet ten opzichte van regels. Dat is eigenlijk bijna niet te doen op dit moment. Ja, dan kijk ik een beetje weer naar de politiek, Bert. Je zult het ook wel meegemaakt hebben. Zeker ook de landelijke politiek. Als je kijkt naar de landbouw, wat die de afgelopen 20, 30 jaar voor hun kies hebben gekregen. Waar iedere keer weer de regels veranderen. En dan niet alleen de landbouw zelf heeft ermee te maken, maar ook toeleveringsbedrijven. Kijk naar een bedrijf als Veenhuis bijvoorbeeld. Wat groot geworden is met die giertanks die gewoon het spul gewoon over het land spreiden. En in latere instantie alles onder de grond moesten werken en steeds weer wat anders moesten uitvinden. Ja, weet je, dat is een heel lange discussie. Eerst moest het meer en meer. We hebben die melk, zee gehad, boterbergen en weet ik veel wat. Er waren een hele hoop subsidies deze kant op. Er werden alle verwachtingen gewekt. Lobbyisten zijn heel belangrijk. Maar ik denk met name daar ook waar heel veel bedragen aan de strijkstok blijven hangen. Dat daar ook... En ik denk echt wel dat een groot deel van de Nederlanders ook best wel bereid is om meer te betalen voor de producten bijvoorbeeld. Hè? Zolang het op een eerlijke manier wordt geproduceerd. Maar goed, het is een hele grote discussie waarbij ook mijn partij een hele duidelijk standpunt had. Stikstofdiscussie en weet ik veel wat allemaal. Er zal iets gaan veranderen in de landbouw, denk ik. Als de consument is denk ik best bereid om een dubbeltje of misschien 2 dubbeltjes voor een kilo carbonade of een biefstukje meer te betalen dan wat hij nu doet. Als dat dan maar ten goede komt aan die landbouw. Ja, en over het algemeen gaat het ten goede komen aan tussenhandelaren en supermarkten. En dan schiet die boeren Maar die proberen zeg maar die prijs omlaag te halen. Want ik heb eerder gezegd, toen een staatslid ook al, het is voor groothandels en weet ik veel wat, is het veel goedkoper om varkens te kopen op de markt in Brazilië. Als dat je dat hier. Dus die varkensboeren gaan hier uiteindelijk aan kapot. Ja. Dan moet je afvragen van wat is er misgegaan? Want je kreeg een soort volumeproductie. Het moest meer en meer om hetzelfde te kunnen verdienen. Daar is iets misgegaan. Maar dat is ook met de biodiversiteit is er wat misgegaan. Die monoculturen die je hier ziet. Ja, zijn echt wel gebleken funest te zijn voor de ondergrond. En daar moeten wij ook wat mee doen. Het is niet alleen maar het belang van een enkeling, om het zo maar te zeggen, of de portemonnee. Maar het is onze eigen toekomst, waarin we heel goed moeten nadenken wat we aan het doen zijn. En ik,
Ja, ja. Niet alle maatregelen pakken nou even goed uit. Want ik hoorde onlangs, of ik zag het op de televisie, dat bepaalde percelen aardappelen die biologisch geteeld worden, dat die door de Phytophthora aangetast worden en dan onbruikbaar worden. En je kreeg, vroeger kreeg je op de radio, ik hoorde dat als kind, hoorde ik het iedere keer in de zomer, een waarschuwing voor de telers van voor Phytophthora vatbare aardappelrassen. U moet nu gaan spuiten. Ja, nee, maar dat klopt. En natuurlijk, er is heel veel gif in de natuur gekomen door de jaren heen. En je moet je afvragen, is dat goed geweest? Weet je, dat zijn zulke metadiscussies. Daar kun je, zeg maar, als individu wel iets van vinden. En, maar er zitten zo gigantisch veel belangen aan. En het gaat om miljarden, als het gaat om, als je het Europees beziet. Dat is niet iets waar we hier aan de tafel uitkomen. Nee. Maar het is, wat ik wel leuk vind, is te horen dat het IJslandschap heel sterk op biodiversiteit zit ook. En ook, wat ik ook leuk vind, is dat er eigenlijk een oorsprong is gemaakt van het IJslandschap door middel van een assortiment van marktwerking in de zorg. Ja, dat is een hele andere absoluut. Ja, die zorglijn zeker. Toen werd het gewoon opgepakt en in de praktijk uitgevoerd. Ja, en wat ik toen jij over de zorg zat te vertellen, zag ik die parallel in de landbouw. Juist. Dat er ideeën en wetten gemaakt worden, maar dat een boer in de praktijk simpelweg ziet dat het helemaal niet kan. Die zijn net als in de zorg continu aan het administreren, omdat ze van alles moeten bewijzen. En dat maakt het heel ingewikkeld. Dus we zitten in systemen waar je als individu op je eigen bedrijf of als individu aan het bed eigenlijk niet uitkomt. En ik denk ook dat we die parallel, als we hier iemand van de politie zouden uitnodigen, diezelfde parallel kunnen maken. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik zie dat ook. Ik heb in Roemenië het verhaal eens gehoord. Op het moment dat daar het communisme zijn intrede deed, moesten alle boerenbedrijven, dan moest een van staatswegen aangestelde bedrijfsvoerder komen. En die moest daar het beheer voeren. En die boer die ziet hem komen en die zegt, nou, zeg maar wat ik doen moet. Precies. Ja. En toen gebeurde er niks meer. Nou ja, misschien ook een parallel met het IJslandschap. Want zo'n 20 jaar geleden, toen mijn voorganger Jaap Starkenburg bij het IJslandschap begon, hadden wij ook nog een eigen landbouwtak. En Jaap heeft dat even aangezien en toen ook gezegd van, goh, we hebben het gros van onze gronden is bij boeren in gebruik. En dan denken wij toch met 9 tot 5 mensen ook zelf nog boer te kunnen zijn. Voilà. Hoe kunnen wij nou eigenlijk beter dan het gewoon onder te brengen bij onze pachters, onze eigen landbouwgronden beheren? Dat heeft hij toen ook omgezet en ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben. Want ik denk ook dat je vakmensen moet inzetten op de plek waar zij hun vak kunnen uitoefenen en dat ze daar ook zelf regie op moeten kunnen hebben. Ja, ik vind het thema geld, hè, zeg maar, alles uiteindelijk komt, bottom line, komt natuurlijk alles op geld aan. Ja. Het is alleen de manier van hoe wil je dat beheersen, controleren en wat betekent het nou voor degene die het feitelijk te maken heeft in de uitvoering en daar ook soms niet eens na wil denken over geld. Dus je zit het is een hele rare constructie in Nederland op een hele hoop gebieden. En ik ben het met je eens, die bureaucratie is gericht op controle. Ik sprak ooit, dus al vele jaren geleden, sprak ik een boer. En toen werkte ik nog bij Landschap Overijssel, daar heb ik 10 jaar gewerkt. En die boer zei tegen mij, ik onderhield met liefde eigenlijk de singels en de houtvallen. Want dat ik daar dan een uurtje langer op de trekker moest zitten, omdat dat ding ertussen lag. Hij zei, maar toen werd ik groter. En toen kreeg ik een rekening van de loonwerker. Toen ging het mij opvallen dat omrijden voor die houtval, dat toch eigenlijk best wel veel tijd kostte. En toen ging ik me pas realiseren dat ding in de weg stond. Ja, maar toen ik gewoon zelf fluitend op de trekker zat en dat uurtje dan extra moest, daar rijden omheen. En dat is me erg bijgebleven. En dat zit ergens in. Tijd en geld is inderdaad niet het enige waar we uiteindelijk op afrekenen als we zelf als mens bezig zijn wel, met kwaliteit. Zeg maar, je had het over Landschap Overijssel. Ik heb bij Lemelen is ook van Landschap Overijssel. Hè? Dus, klopt. Dan heb ik 10 hectare prehistorische akkervelden gevonden in die tijd. Hè? En eigenlijk hoop ik dat daar een landschap iets mee doet. Hè? Dus ook in educatief opzicht, dat mensen daar ook gewoon heen kunnen gaan. Ik merkte wel een bepaalde maat van angst van, oh jee, maar dan komen er heel veel mensen op af, waaronder schatgravers. Nou, ik denk dat als mensen de natuur ingaan en de cultuur willen leren en ook voelen, dat zijn over het algemeen mensen die geen enkel kwaad in zin hebben. Die gaan gewoon lekker de natuur in. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat het heel veel geld kost. Hè? Maar ik zou meer de zichtbaarheid van archeologisch materiaal, hè, als je
het hebt over grafheuvels of over... Mm-hmm. Dat ze ook vele malen promoten eigenlijk. Gewoon meer zichtbaar maken, net zoals Drenthe. Ja, en ook niet bang voor zijn, want in Engeland staat het ook overal. Ik denk ook dat we daar wel samen dan ook op zoek moeten gaan. Want nu, als je nu kijkt naar de natuur, dan krijgen we voor 74% van de kostprijs betaald in het beheer als natuurterreineigenaren. Dat wordt volgend jaar, heb ik onlangs begrepen, opgekrikt naar 80%. Oh. Maar dat geeft nog steeds een gat van 20%. En natuurlijk proberen wij dat allemaal op te vullen. Ja. IJsselandschap doet dat met inkomsten vanuit de landbouw. Landschap Overijssel doet dat vooral met giften en onder andere de postcode loterij. Maar met elkaar moet je wel zoeken. Ja. En als je dan extra uitdagingen gaat toevoegen in het beheer, dan zal niet het eerste zijn, goh ja, dat gaan we meteen morgen doen, nieuwe borden. We hadden een bord geplaatst omdat we een wandelpad voor weidevogels dit voorjaar gingen afsluiten als IJsselandschap. En één dag later was het helemaal volgekalkt met stift. En dan denk je ook wel weer, oh, jeetje, waarom doen we dat? En het, ik weet het, het is maar 1% van de burgers. Ja. Maar je hebt dan wel, dat maakt wel dat je een klein beetje voorzichtig bent met de beloftes die je ook doet. Op dit soort vlakken. Maar misschien moeten we een cultuurhistorische hoofdstructuur ook nog een keer gaan uitdenken. Nou, ik denk dat het wel handig is, want er zit wel in mijn beleving een soort verschil in landschap, om het zo maar te zeggen, tussen het zuidelijk deel van Salland en de rest. Hè. Er zit een heel apart soort verschil in. Het raakt overigens wel de grens van het oude Hameland en Salland. Uit de grens van 1046, van Randen naar Holte. Hè. Oh ja, dus daar in die lijn onderwezen door. Dat is hoofdzakelijk het IJsselandschap deel. Zeker. En dat viel eigenlijk van oorsprong onder het oude Hameland. En in 1049, of 1046, Je mag er een paar jaar naast zitten. Toen is dat wat. Er was een grensdispuut en dat soort zaken. En op een gegeven moment heb je natuurlijk het Salland gekregen vanaf Deventer enzovoort. Ja. Maar er zit wel een verschil in het landschap. Ik zie ook nog oude wallen terug in het landschap. Waarvan ik ook denk van, maar dat zijn misschien wel oude... zeker op plekken waar de ruilverkavelingen nog niet helemaal hebben toegeslagen. Daar vind je nog echt die oude landschapselementen. Ja, en ik vind het een schitterend landschap, het IJsselandschap. Ik vind het mooier als het noordelijke deel vaak. Hè. Het noordelijke deel is inderdaad wat opener. Ja, ik kom natuurlijk zelf uit Honos, dus dat doet dan altijd een klein beetje pijn om dan te zeggen dat het noordelijk deel minder mooi zou zijn. Ze zeggen dat het Vechtdal is, maar het is gewoon Salland. Hè. Honos vinden zich Salland. En een aantal jaar geleden zeiden de gemeenten, de drie gemeenten van Salland... Nee, wij zijn Salland, jullie zijn Vechtdal. Of misschien zeiden ze dat in het Vechtdal. Vechtdal is een marketingterm, hè? Ja, dat weet ik. Ik ben er heel bewust van. Maar ze voelen zich bij ons in het dorp inderdaad nog steeds gewoon Salland. Heel goed. Hou vol. Jullie hebben een groot aantal, toch een flink aantal boerderijen ook. En van een van die landgoederen heb ik ook een filmpje van jullie gevonden. Ik ben benieuwd waarvan. Ik weet niet of dit de juiste is. Heerlijk wandelen kun je op landgoed De Kranenkamp, ook wel het Park van de Stilte genoemd. Heerlijk wandelen kun je op landgoed De Kranenkamp, ook wel het Park van de Stilte genoemd. De belangrijke geschiedenis voor dit project begint rond 1750, toen er een landhuis gebouwd is, een mooi landhuis. En daarbij een landhuis hoort natuurlijk ook een mooi park. Dat is het bospark waar we nu in zitten. En dat bospark dat was, toen wij het een aantal jaar geleden in bezit kregen, behoorlijk overwoekerd. Het was dicht en donker en we hebben het hersteld. Behoorlijke forse maatregelen om het heel veel bomen weg te halen. We hebben er ook een paar jaar voor genomen om het stapje voor stapje te doen, om niet onnodig veel schade aan te richten. Niet alle landgoederen verdragen een hele, laten we zeggen, flinke ontwikkeling. En we zijn juist op zoek geweest in landgoed De Kranenkamp naar wat is nou eigenlijk het geheim van die plek. En een van de geheimen van die plek is het wandelpark wat ooit in de 19e eeuw is aangelegd door Bertus van Leuzen uit Deventer. En allemaal kleine mooie slingerende paadjes. Ze hebben heel erg gezocht naar dat centrum van dat landgoed. In combinatie eigenlijk met een landhuis die er ooit achter gestaan heeft. En gekeken van wat kunnen we nou met die
met dat bijzondere, met die bijzondere kern van het landgoed, de Kranenkamp. Ja, en nu is het klaar, dus nu zijn we vooral bezig met beheer. Zorgen dat het niet weer van ons afloopt, zorgen dat het blijft zoals het is. En dat het een mooi en beleefbaar monumentaal wandelpark is. En dan kunnen we verder met het idee om toch weer een hart aan het landgoed te geven. Om toch weer te kijken van kunnen we iets van een landhuis terugbouwen. Nou, daar zijn wat richtinggevende ideeën voor in het transformatieplan wat we gemaakt hebben. En dan gaan we de komende jaren aan werken om daar stappen in te zetten. Ik weet wie het is, maar verder... Ja. Ja, dat was eventjes een stukje over IJssellandschap. Over IJssellandschap, IJssellandschap. Heel divers, Judith, wat je ziet. Zeker. De bossen, de lanen in de bossen, maar ook de landbouwgebieden, de boerderijen. Ja, inderdaad, een heel, wat dat betreft een heel compleet landschap. En dat maakt het, gewoon die hele zone rond Deventer. Dat je en landgoederen hebt en open essen en inderdaad van dit soort historische landgoedbossen. Ja, het is gewoon ongelooflijk divers. En die diversiteit willen we ook echt behouden als IJssellandschap. Ja, het is er en het moet ook blijven. En misschien komt er nog wel iets leuks uit tevoorschijn als je diep in de historie duikt en ook ter plekke wat onderzoek doet, Bert. Ja, ik denk het wel. We hebben die lijn wel beschreven. En die is naderhand ook wel beschreven. Er staat ook het is nog recentelijk. Hè? Dus waar ligt die grens van Hamerland? En hoe zit dat met die versterkingen en randen en onderwezen? Nou, dat andere kasteel. Dan kom je bij Weggestapel bij Holte. Daar heb ik daar ook dat kasteel gevonden. En die ligt mooi in zo'n lijn. En die gaat dan hupsakee richting Diepenheim. En dan van daaruit naar beneden. Ja. En eigenlijk zit je hier op een mooi grensgebied. En het is het oude Gouwsaland, als ik het zo maar zeggen. Heeft er ook een graaf gezeten ooit? Nou, we komen er helemaal niet uit wie dat nou precies was. Maar dat zijn toch wel hele... De middeleeuwse ontwikkeling vind ik zelf de leukste, zeg maar. Want daar ligt ook heel veel kracht. Maar het heeft een veel vroegere geschiedenis ook. Maar je ziet alles in het landschap ruikt naar middeleeuwen. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, je kunt ook wel zeggen, Bert, dat tot zeg maar midden 19e eeuw, 1850, eigenlijk het landschap vanaf 1200, 1300 eigenlijk ook bijna niet veranderd is. Hè? En de boerderijen ook voor een deel niet eens. Nee, die lagen op de slimme plekken. Ja, want ik heb het Pieter Otten van het Historisch Centrum Overijssel horen zeggen bij de presentatie van de Kadastrale Atlas. Want als je kijkt naar die kaart van 1832, dan kijk je eigenlijk zo de middeleeuwen in. Ja. Ja, dat landschap met zijn kleine akkertjes, met zijn kleine perceeltjes. En dan er is niets aan veranderd. En dan krijg je rond 1850, dan begint de grootschalige ontwikkeling. De kunstmest wordt uitgevonden, de marken worden opgeheven, het land wordt verdeeld. Maar ik vind daar waar de IJssellandschap goederen heeft en landerijen, vind ik nog vele malen nog meer zoals het was. Ja. Zeg maar, als dat het noordelijke deel... Omdat dat gewoon door die stichting bijeengehouden werd. En dat vind ik de kracht van een goed rentmeesterschap, om dat gewoon op een goede manier te beheren en voor de toekomst. Ja, jullie proberen ook nog steeds om je bezit nog te vergroten, Judith. Want ik lees in de krant dat onlangs hebben jullie het Nijendal bemachtigd, om maar zo te zeggen. Ja, wij hebben het Nijendal inderdaad overgenomen van Staatsbosbeheer. Dat was een natuurruil. Alleen, zoals je misschien ook kavelruilen in de landbouw kent. Iedereen mag iets in de etalage zetten en met elkaar ga je kijken wie dan wat wil hebben. Maar niemand wilde de objecten hebben die wij in de etalage hadden gezet. Dus uiteindelijk inderdaad hebben we het Nijendal hebben wij moeten betalen. En heeft Staatsbosbeheer juist minder gekregen aan nieuwe objecten. Maar een prachtig terrein. Sluit eigenlijk een beetje aan op de haren? Ongeveer? Ja, want dat was de opdracht die met de natuurruil meekwam. Was dat we gingen kijken hoe we in Salland, dus van noord naar zuid, de efficiëntie in het beheer konden verbeteren tussen natuurterreineigenaren. Nee. Dus dat terreinen met soortgelijk beheer in elkaars omgeving, dat die ook bij één beheerder terecht zouden komen. En het Nijendal, dat ligt tegen eigenlijk aan de andere kant van het spoor van het landgoed de Haren. Heeft een soortgelijke historische opbouw. Dan ben je grote boer. Hè? Ja, wij zijn... Maar dan kun je niet grote alleen... partner van de boeren. Ja, nee, dank je. Dat kun je niet alleen, ook niet met de pachtboeren. Maar jullie hebben ook nog een flink aantal vrijwilligers. Die al is het alleen maar de bossen en de natuur een beetje onderhouden. Want die boeren die doen het land wel. Hè? Ja.
Ja, wij hebben, ik weet niet hoeveel vrijwilligers. We hebben wel een heleboel. Een flink aantal vrijwilligers, ook vaste ploegen. Bijvoorbeeld de dinsdagochtendploeg, daar ben ik laatst even mee op pad geweest. En ik heb me ook al laten verleiden om binnenkort ook een keer met ze te gaan zagen. En niet alleen te komen kletsen. Maar die doen vooral klussen die arbeidsintensief zijn. En waar je dan eigenlijk het al snel te duur wordt om dat met de eigen ploeg te gaan doen. Jonge opslag weghalen. Jonge opslag in de heide. Opslag weghalen. Het nauwkeurig snoeien van heggen en hagen ook. Als het ook wat zielijker moet zijn en niet zo grof. Dus dat is het werk wat veel vrijwilligers doen. En we hebben vrijwilligers die met mensen op pad gaan. Dus er is ook, volgens mij zijn die er altijd op maandag op de Haren. Die gaan met mensen, oude mensen ook, gymmen, bewegen. Om te zorgen dat daar, omdat mensen actief en fit blijven. En de natuur is daar een prima decor voor. Ja, en dat past weer mooi bij die Verenigde Gestichten. Ja, wij proberen toch ook inderdaad om die historie van zorg wel terug te laten komen. We hebben ook zelfs drie... boerenerven omgevormd naar zorgerf. En we zijn nu bezig ook met een vierde erf, om dat ook naar met een zorgondernemer dan. Hè? Want ook zorgondernemers kunnen dat beter. Dat hoeven wij als IJsselandschap niet zelf. Maar om dan wel te kijken hoe ook het groen en de natuur en het buitengebied. Ja, daarvan weten we dat het heel veel rust kan brengen voor hebben mensen. Hebben jullie daar ook winkeltjes waar je de zelfgemaakte producten verkoopt? Of wij hebben zelf geen winkels. Maar je kunt bijvoorbeeld bij de Bukkersmullen terecht. Want ook de molen is sinds enkele jaren in eigendom bij het IJsselandschap. Maar daar hebben we natuurlijk een fantastische ondernemer op. En die onderneemt dat. En daar kun je producten uit de streek kopen. En Buitenpost, dus wat vroeger Hof van Twello was. Daar zijn ook sinds begin dit jaar zitten daar nieuwe ondernemers op. Van Deventer Davo brouwerij. En die zijn ook volop bezig om veel producten van ook IJsselandschap boeren daar in de winkel te leggen. Dus ook daar kun je terecht. En je hebt volgens mij nog, ook bij de lokale supermarkten nu, een samenwerking van, volgens mij heet het Land van Ons, de grond van onze grond. Zoiets, en daar zit ook een aantal boeren ook van IJsselandschap bij, die onder dat label ook in de lokale supermarkten hun producten hebben liggen. Ja, maar als amateur-archeoloog moet je dan als muziek in de oren klinken allemaal, wat IJsselandschap doet. Nou, ik vind dat als het goed beheerd wordt Met oog voor geschiedenis en ook de toekomst inkijkend van wees er wel voorzichtig mee. Maar we gaan wel mee in de tijd, maar het gaat wel met goed beleid, om het zo te zeggen. Ja, daar hou ik wel van. Ja. En het gaat om behoorlijk wat grond. En je ziet ook met fietstochten, er worden heel veel gebruik van gemaakt. En ik vind het een prachtig gebied, Jij was een tijdje geleden, dat was dik 10 jaar geleden, was jij co-auteur van een heel dik boekwerk. Mens en land in het hart van Salland. Ik had op een gegeven moment gedacht van, er is zoveel kennis, maar dat zit in mijn kop en het zit in de kast. En, er was ooit een archivaris hier in Overijssel die zei, ik weet zoveel, maar niemand vraagt mij wat. Ja, is dat zo? Dat is een prachtige uitspraak. Nou, ik heb honderden vondsten gedaan inmiddels. Hè? Ook in Salland en Gelderland en Friesland ook. Er zit heel veel in je hoofd op een gegeven moment. En dan denk je van, laten we er wat mee doen. En ik leerde Theo Spek kennen, jij kent hem. En Theo, die bekende hoogleraar in Groningen. Ja, die was toen nog geen hoogleraar. Hè. Hij werkte toen nog, volgens mij, bij de eerste aanzet werkte hij volgens mij nog zelfs in Wageningen. En daarna is hij naar de ROB gegaan. Daarna is hij benoemd tot hoogleraar. Maar ik zei tegen Theo, hij wist ook heel veel. En op hele andere dingen. En weet je wat, waarom gaan we niet iets schrijven? Waar maken we er een boek van? Want dan kan iedereen meegenieten. En daar hebben we Henk van der Velde bij gehaald van het ADC, het Archeoloos Dienstencentrum. En Herman Hanning, om mee te denken en mee te schrijven van laten we een product maken. Heel wat voet in de aarde gehad. Het heeft ook wat, momenten gehad dat we dachten, zien we het nog wel zitten. Maar het is uiteindelijk gelukt. Want jullie zijn er wel heel diep in gegaan. Hele historie van hoe is het dan allemaal gegaan? Hoe zie je dat? Vandaar dat het een heel dik boekwerk. En daarnaast nog eens een keer een wetenschappelijke uitgave. Ja, sterker nog, de Theo die heeft natuurlijk zijn eigen kennisinstituut Landschap. En hij vertelde me ook dat het gewoon verplichte kost is voor studenten om dat boek te lezen. Dus er komt wel heel veel in beeld bij allerlei mensen die daar in die richting studeren.
Maar ik ben er dus daar een klein paar dingetjes in dat je daar aan denkt. Maar, Ik heb even alles de druk nog een keer hersteld voor. Maar dit wordt, ik denk dat er inmiddels wel zoveel extra bekend is vanaf 2010 dat je bijna dingen moet gaan aanvullen. Ook het beeld van Saland is veranderd. En als je weet wat er ligt. En dat is met name over versterkingen die her en der gevonden zijn. Nou, vroeger dachten we dat Saland helemaal geen geschiedenis had. Nee hoor, want toen ik begon, ik had gestudeerd in Eindhoven. En ik kwam naar Raalte toe in begin jaren 90. En dan denk ik van ja, zoek maar een hobby, zei mijn vrouw. Ik zei, nou is goed. Ze zegt, was er nog inderdaad vanuit de universiteiten echt het beeld. Centraal Saland is gewoon leeg. Er is gewoon geen geschiedenis. Nee. Alleen langs de IJssel, langs de Vecht en aan het zuiden, en langs de riviertjes. En de centraal neer. Toen dacht ik van, nou, dat gaan we nog wel eens zien. En toen is het maar is het dan ook voor de laatste jaren? We hebben natuurlijk hele andere bronnen. Hè? Je hebt die hoogtebeelden die veel nauwkeuriger zijn. Daar heb ik heel veel vondsten mee gedaan inmiddels. Ja, want je kunt nu met die nieuwe technieken weer heel anders naar wat onder de grond ligt. Nou, ik heb heel veel, heel veel kasteelterreinen gevonden via droogtebeelden. Ook trouwens zie ik dingen in het IJssellandschap. Terug, hè, en landweren en dat soort... Dan moeten we nog een keer een aparte afspraak maken. Ja, maar er zijn best wel heel leuke dingen te doen. Maar het beeld van Saland is aan het kantelen van... Hey, hoe zat dat nou in de oorsprong? En als mensen zeggen, ja, maar het heeft zo gezeten. En ik denk, zo heeft het altijd geweest. En die zijn daar stellig in zonder dat... Dan ben ik altijd van, nou, dat wil ik nog wel eens zien. En je ziet inderdaad, vanaf de jaren 90 zie je een... kanteling van het beeld van Saland. Dat is zelfs argeloos kerngebied van Nederland is betiteld. Mm-hmm. En dan denk ik, wees daar zorgvuldig mee. En dat is heel leuk. En ik weet niet of jullie als IJslandschap samenwerken met de Deventer Stadsarcheologen, maar ik neem aan van wel. Maar... Ik ben ze nog niet tegengekomen, maar ik neem ook aan van wel. Ja. Dus, en die kunnen best wel wat betekenen, denk ik. Ja. We kunnen nog een hele tijd doorgaan over het verleden, over de toekomst. Wat moeten we vooral nog eens een keer doen. Dat lijkt me leuk. Jij gaat toch met de camera mee op pad dan? Ja, dat zal ik eens een keer gaan doen. Ja. Laten we eens een afspraak maken om een aardig filmpje te maken van wat is nou het IJslandschap, wat doen jullie allemaal. Ja, wat is het te vinden? We beginnen aan de Bagenestraat in Deventer, waar het allemaal zo ongeveer begonnen is. Ja, Is goed. We gaan er een eind aan breien. Ja, onze tijd is om. Zo. Judith, ik dank jou voor de komst hier naartoe en voor het spannende verhaal over het IJssellandschap. En veel succes gewenst in je nieuwe baan en ook met het IJssellandschap om dat goed en netjes te bewaren en te conserveren voor het nageslacht. Bert, we zien elkaar ongetwijfeld nog eens weer. Oh, ja. al was het alleen maar voor de viering van het 900-jarig bestaan van Raalte. Ik dank u, dames en heren thuis, voor het kijken naar het Saland Magazine van vanavond. Ik wens u nog een hele gezellige avond en morgen weer een goede dag. En tot de volgende week, want dan is er weer een uitzending van het Saland Magazine. Goedenavond. Ik ben natuurlijk, hoe vaak ben ik wel niet in de dingen geweest? Ja, in het politiek café, raar.